Yes. Welkom allemaal weer vandaag bij een nieuwe live training Fysio Oude IJsselstreek. Ik ga vandaag de training geven. Ik heb Jits onder mijn hoede. We gaan vandaag vooral aan de gang met dumbbells, gewichten. Pak eventueel thuis een rugzak, die zou je kunnen gebruiken. Flessen water van 1 kilo of 2, die kunnen vandaag goed van toepassing zijn. Dus zorg ervoor dat je die klaar hebt liggen. We gaan zo meteen beginnen met de warming-up. Dat doen we nog zonder gewichten. Daarna gaan we over naar een eigenlijk full body workoutje met wat core oefeningen en dan zit het er voor vandaag op. Laat het weten dat je aan het kijken bent, dat je aan het meedoen bent. En dan gaan we nu in ieder geval beginnen. We nemen plaats. We gaan eerst rustig op de plek even op de voorgrond bewegen. Mag je handen wat meenemen. Juist iets hoger nog die knieën, maar blijf wel staan. Oké, keurig. Voeten uit elkaar. De handen die hou je. We beginnen met rechts. Je zakt naar beneden. Je gaat met je rechterhand naar je linkervoet. En je komt omhoog. Je strekt je hand uit. Dit doen we 15 keer. 1, 2, 3, 4. Hou je rug zo recht mogelijk. Zak echt vanuit je heupen. Je zakt naar je rechtervoet, keurig, en je strekt uit. Nog 3. Naast je lichaam, je stapt uit naar voren in de lunchpositie en terug. Daarna gaan we door naar de andere kant. Stap je uit met links en terug. Hou de handen naast je lichaam. Terug een keer en dan gaan we door. Vier, drie, twee, de laatste en rust. Oké, volgende oefening. Voeten zet je weer breedte. Wat je gaat doen, je draait naar rechts. Je kijkt je eigen hand achterna, je komt op je rechterteen. Daarna doen we het de andere kant op. Draai je naar links, draai je op je linkerteen. Je blijft inderdaad doordraaien. Nu nog wat. Korte beweging, daarna maak je de beweging iets groter. Pas voor jezelf het tempo aan. Je mag de beweging wat groter maken, dus trek wat verder uit. Laatste. En rust. Volgende oefening. Je brengt je hak naar je bil. Handen houden in je zij. Heel goed. Hou het vol. En rust. Volgende oefening.
Je brengt je knie omhoog, je handen beweeg je naar je knie, daarna pak je de andere kant. Dus je knie beweeg je naar binnen toe, juist voor je borst. Beweeg je handen mee, daarna pak je de andere kant. En blijf bewegen. Pak je hand voorlangs. Even wat rekken. Oké, andere kant. Wissel hem nog een keer. En laatste. We doen hetzelfde, alleen nu hou je handen voor je borst, borsthoogte, duimen naar binnen, weer rondje draaien naar binnen. Oké, en naar buiten. En rust. Oké, de warm-up zit erop. Je mag even snel wat drinken. Daarna gaan we door met de oefeningen en de gewichten. Juist, wat we zo meteen gaan doen, we gaan drie oefeningen achter elkaar doen. We beginnen met de eerste oefening, dat is de squat. Voeten iets verder uit elkaar zetten als je eigen heupen. De gewichten hou je tussen je benen, je zak naar beneden, je rug hou je recht en je komt omhoog. Juist, je zakt weer in en omhoog. Hou de gewichten tussen je benen, keurig je zak vanuit je heupen en niet te ver vanuit je rug. Blijf rechtop, kijk naar voren. Keurig. Nog 3, 2, 1. En even rust. Volgende oefening die we doen. Voeten hou je weer op hun breedte. Gewichten breng je naast je lichaam. Tegelijkertijd omhoog, je draait ze naar binnen en weer terug. Je draait ze naar binnen, heel goed, dus je kijkt naar je eigen knokkels en weer terug. Keurig. Vijf keer. Oké, we gaan meteen door. Wat we gaan doen, gewichten hou je weer tussen je benen. Je zakt in, de oefening die we net als eerste hebben gedaan. Je komt omhoog en je draait direct de gewichten weer naar binnen. En je maakt een bicepbeweging. Je draait ze terug, je zakt in en weer een bicepbeweging. Dus de oefening wordt nu in plaats van 1 beweging, 2 tegelijk. En omhoog. Juist, maak er 1 goede snelle beweging van. Zakken. En omhoog. Hou vol.
Twee. Laatste. En rust. Keurig. Eerste rondje zit erop. We gaan nu door naar het volgende rondje. We beginnen dadelijk met de sumo squat. Tenen wijzen naar buiten. De gewichten hou je op de bovenkant van je bovenbenen. Je zakt in naar beneden en je komt omhoog. Keurig. Dit is weer de eerste oefening. Er zullen zo nog twee oefeningen bij komen. En dat wordt dadelijk weer één vloeiende beweging. Blijf goed doorzakken. Nog drie. En rust. Keurig, volgende oefening. Je brengt de gewichten net boven je borst. Voeten zet je goed neer. Hou je rug recht. Breng de gewichten omhoog tot net iets boven je hoofd. En je laat ze weer zakken tot aan je borst. Je brengt ze weer omhoog en je laat ze weer zakken. Blijf rechtop staan. Keurig, Jitske. Je kan het jezelf wat makkelijker maken door het gewicht tegen elkaar aan te houden. Vijf keer. Hou het vol. Nog vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. En rust. Keurig. Wat we nog gaan doen, we gaan alle oefeningen tegelijk doen. Je mag hetzelfde gewicht houden of je past het eventjes aan. Doe dat nu. We gaan direct door. Voeten uit elkaar, tenen wijzen naar buiten. Doe hem één keer voor. Je zakt in. Je komt omhoog. Je brengt de gewichten naar boven. Je maakt een tricepsbeweging. En weer terug. Deze gaan we herhalen. Omhoog. Triceps. En zak weer terug. Maak er ook nu één vloeiende beweging van. Omhoog. Hou vol. Nog drie stuks. Laatste. En rust. Keurig. Laatste rondje. Daarna gaan we door met de core oefeningen. Wat we gaan doen. Je mag één dumbbell even neerleggen. De andere hou je in je linkerhand. Rechterhand hou je in je zij. Wat je gaat doen. Je stapt uit naar rechts. De dumbbell beweeg je naar je rechtervoet en weer terug. Je brengt de dumbbell weer naast je lichaam. Je stapt uit naar rechts. De dumbbell breng je naast je voet en je stapt weer terug. Keurig. Blijf goed inzakken. Nog drie. Twee. Eén. En we gaan meteen door. We gaan wisselen. Gewicht in je rechterhand. Linkerkant in je zij. Je stapt naar links. En je beweegt dubbel naar rechts.
op geraden. Wat je gaat doen, je stapt zo meteen uit naar links, dumbbell brengen naar je voet, je stapt terug en je maakt in één beweging de dumbbell weer op schouderhoogte. Je stapt naar de zijkant en dumbbell omhoog, terug. Ga meteen door. Hou je arm 90 graden. In één beweging omhoog. Keurig. Hou vol. Nog 3. 2. Laatste. Heel goed. We gaan meteen door naar de andere kant. Dumbbell in 90 graden. Stap uit. Breng hem naar je voet. En omhoog. Gewicht niet hoger brengen. Je eigen schouder. Tot en hier. Nog even vol. Dat is de laatste oefening. Nog 3. 2. Laatste. En rust. Keurig. Je mag even wat drinken. Daarna gaan we door met de co-oefeningen. Goed, is het? Ja. Mooi. Als je klaar bent, mag je plaats gaan nemen op het matje. Je pakt weer 2 dumbbells voor je. Wat we zo meteen gaan doen, 30 seconden lang. Ik zal de tijd wel eens even klaarzetten. Als het goed gaat, neem je deze positie aan. De voorlichtsteun. Wat je gaat doen, je gaat de gewichten naar je schouder brengen en weer terug. Vind je dit heel lastig in deze positie? Neem je deze positie aan. Ik wil jullie gisteren goed en duidelijk uitgelegd. Zorg ervoor dat je het voorover leunt. Breng nu ook de gewichten naast je rug, borsthoogte en weer terug. Ik ga je afwisselen aan beide kanten. We gaan nu starten. Hou je rug zoveel mogelijk recht. Gewicht breng je naast je borst, elleboog naar achteren. Keurig, hou nog even vol. 5 seconden. 4, 3, 2, 1 en rust. Heel goed. We gaan naar de volgende oefening. De side plank doen we op deze manier. Voeten op elkaar. Elleboog onder de schouder. Gewicht hou je voor je. Vind je deze positie heel lastig? Dan leg je je benen op de grond. Knieën op elkaar, voeten op elkaar. Kom je omhoog, dan steun je op je knieën. Pas dat niveau voor jezelf aan. We gaan deze 30 seconden doen. In deze positie aan. Gewicht hou je voor je borst. Die breng je omhoog en weer terug. We gaan starten over 3 seconden. 2, 1 en go. 30 seconden, daarna gaan we direct draaien. Kijk je gewicht achterna. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en draai. We gaan meteen door naar de andere kant. Als je klaar bent, mag je beginnen. Heel goed, Jesse, keurig. Thank you.
seconden. Hou vol. Drie, twee, één en rust. Keurig gedaan. Wat we gaan doen, je gaat deze positie aannemen. Voeten zet je op het matje. Je leunt iets achterover. Je houdt de gewichten voor je borst. Je stoot je naar voren en terug. Naar de andere kant, naar voren en terug. Heel goed. Je kan het jezelf moeilijker maken door verder achterover te gaan leunen. Vier keer. En laatste. En rust. Volgende oefening. Ik doe hem vast voor. Je gaat plat op je rug liggen. Voeten hou je 90 graden. Dumbbells hou je boven je borsthoogte. Die breng je naar buiten. Ellebogen naar buiten. En weer omhoog. Zakken. En omhoog. Keurig. Boven je borst houden. Je kan het jezelf wat moeilijker maken door je ellebogen op de grond net niet aan te laten raken. Geen rustmoment pakken. Hou vol. Doe het nog 5 keer. 4. 3, 2 en de laatste. En rust. Heel goed. Oefening blijft hetzelfde. Benen hou je omhoog, gewichten ook. Wat je nou voor jezelf kan doen, is op het moment dat je de gewichten laat zakken, laat je je benen ook zakken. Breng je gewicht omhoog. Breng je knieën weer naar je borst. Als je dat heel lastig vindt, hou je voeten 90 graden, maar laat je ze naar de grond zakken en weer omhoog. Dan maak je deze beweging. We gaan starten. Grond niet aanraken en omhoog. Keurig, Jessica, heel goed. Hou vol. Vijf, vier, drie, twee en de laatste en rust. Heel goed. Volgende oefening. Je gaat bijna in dezelfde positie zitten als de oefening die we net hebben gedaan. Je houdt nou de voeten van de grond af, dus je zoekt balans. En wat je gaat doen, je brengt de gewichten onder je voeten door in een achtbeweging en je draait door. Heel goed. Hou vol. En rust. Keurig. Je mag het gewicht even laten liggen. Je gaat plat op de grond leggen. Je pakt je bovenbeen vast. Je trek je even naar je borst. Je gestrekte been houdt op de grond. Tenen wijzen naar jezelf toe. Oké, andere kant. Wissel. De laatste wissel. Oké, je pakt de gewichten weer.
nemen dezelfde positie aan als net. Je voeten hou je 90 graden. Gewichten hou je boven je borst. Je brengt je gewichten met gestrekte armen naar buiten. En weer omhoog tot aan borsthoogte. Keurig. Je raakt de grond net niet aan met de gewichten, dus tot aan hier en omhoog. Nog 3, 2 en de laatste. En rust. We gaan net als net de benen mee laten bewegen. Nu gaan we dat eenbenig doen en terug. Andere been en terug. Vind je dat heel lastig? Maak je deze beweging. Hou je voeten 90 graden. Je mag starten. Eén been laten zakken, andere been 90 graden. Nog 6. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Keurig gedaan. Laatste 2 oefeningen. Mag je even overeind komen. Gewichten houden nog wel bij je. Gaan we even staan. Voeten houden op heupbreedte. Gewichten voor je lichaam mag je zo houden. Knokkels wijzen dus naar voren. Wat je gaat doen, je gaat zakken. Je houdt je rug zo recht als mogelijk. Dus je maakt good morning en je komt overeind. Je zakt weer, je houdt je rug recht en je komt overeind. Knieën mogen ietsjes van de slot af. Laatste. En rust. Heel goed. Je mag even 1 gewicht neerleggen. De andere hou je in je linkerhand. Rechterbeen zet je op de grond. Linkerbeen hou je in de lucht. Wat je gaat doen, je gaat voorover leunen. Linkerbeen gestrekt. Dumbbell hou je ook gestrekt voor je. En je komt omhoog. Je zakt weer naar voren. Hou balans en je komt omhoog. Nog 3. Laatste. Keurig. Gewicht mag je even voor je neerleggen. Je gaat even rechtop staan. Handen je boven je lichaam. Je komt even op je tenen. Je komt voorover. Hou even vast. Je komt omhoog. Je strekt jezelf nog een keer uit. Komt weer op je tenen, voorover. Oké. Je pakt je linker elleboog vast, achter je hoofd, die duw je naar beneden toe. Oké, even wisselen. Als je dat
Laatste. Oké. Armen verstrekt, schouderhoogte. Duimen weer naar binnen. Kleine rondjes draaien naar binnen. Rondjes naar buiten. Naar binnen. Naar buiten. Oké, we gaan meteen door. Handen gestrekt voor je. Weer rondjes naar binnen. Naar buiten. Naar binnen. En naar buiten. Laatste. Oké, zet je handen even wat los. De training van vandaag zit erop. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het meedoen. Laat even in de comments weten of je mee hebt gedaan en wat je van de training vond. Morgen 9:30 staat er weer een nieuwe training van Mark op het programma. Een hardloopspecifieke training. Warming-up, zodat je daarna lekker naar buiten kunt en een stuk kunt gaan hardlopen. Ik dank jullie in ieder geval voor de inzet en graag tot snel.